Enkel. Ja, is het een bepaalde techniek, is het? Twee te strikken? Ja, filmen, moet ik een interview? Ja. Oké, okay. Ja, dat is een bepaalde techniek inderdaad. Als je een bovenlangs met haakje doet, dan laat je de enkel vrij. Waardoor het gewricht makkelijker bij de loopbeweging, dat je gewoon makkelijker wandelt, dat je minder snel irritaties krijgt. En hoeveel mensen hebben hun fetus al fout gestrekt? Ben je al tegengekomen in deze trein? Nou, eigenlijk iedereen al. Iedereen strekt het toch verkeerd? Ja, eigenlijk iedereen. Nou, niet verkeerd. Kijk, het ligt er een beetje aan. Sommige mensen krijgen die lopen al voor de 40ste keer. Ja. Die hebben er nog nooit van gehoord en die hebben ook nog nooit last gehad. Nee. Dus dan, maar ja, het is wel gewoon een manier om te voorkomen. Want als je eenmaal last krijgt, dan is het al vaak te laat. En dan is het heel... Ja, maar je doet één ding verkeerd natuurlijk nou. Je hebt er nou geen NS-fetus in gedaan. Nee, maar de NS-fetus staat te kort, omdat deze fetus te lang zijn. Oh, dus het zijn te hoge schoenen, zeg maar, ja, voor die fetus. Ja, te hoge schoenen inderdaad. Maar voor de normale schoenen kunnen de NS-fetus wel gebruikt worden. Oké. Okay. Ja. Zufrieden? Ja? Oké. Okay.